Dit is Bo. De omroep van de Bollestreek. Met muziek en informatie voor Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijk-Hout. Dit is de thuiswedstrijd. Presentatie Han Kuiper. Welkom bij onze thuiswedstrijd. Vandaag hebben we twee gasten. Dat gaan we gewoon eens proberen hoe dat gaat. Namelijk Mirjam en Johannes Wit. Wij gaan praten over de gemeenschap Emmanuel en vooral dan de stichting Fidesco. Vandaag is de techniek weer in de vertrouwde handen van Dennis van Zuilen. Ik zou haar zeggen, welkom in onze studio met allemaal technische dingen die we moeten gaan bedenken om het allemaal goed te laten verlopen. Aan de andere kant zijn ze met televisieopnames bezig voor weer politieke programma's. Wij gaan over iets heel anders praten. Welkom Mirjam en welkom Johannes. Mirjam, om bij jou te beginnen. Mijn eerste vraag is altijd, van wie ben je er een? Ik ben er eentje van Henk en van Annie. Van Henk van Beek van de Johan Speelmanweg. Ja. Voorhout, dat ligt een heel stukje buiten Voorhout. Een groot gezin van 13 kinderen. En bijna alle jongens werkten in de Bollen, mijn vader ook. En mijn moeder, Annie Verwer, die kwam uit de Haarlemmermeer. Is later op de Roversbroekdijk gaan wonen bij Lisse. En ze hebben elkaar eigenlijk leren kennen via de kerk, de Engelbewaarderskerk. Het is ook een lange verhaal, want mijn vader die is nog 2 jaar in Canada geweest en mijn moeder is begonnen met brieven schrijven. Dat ging toen vanuit het katholiek thuisfront, werd er met de jongens over zee contact gehouden. Ja. Ja. De jongens die na de oorlog emigreerden. En uiteindelijk heeft mijn vader toen besloten om terug te komen en met Annie te trouwen. En toen zijn ze samen eerst in Voorhout gaan wonen. En later zijn ze weer verhuisd naar de Derde Poelaan bij Lisse. Daar ben ik. Ik heb dus eerst 7 jaar in Voorhout gewoond. Ben later opgegroeid in Lisse. En woon nu alweer na een klein uitstapje naar het buitenland. Toen ik met Johannes getrouwd ben, hebben we een paar jaar in Duitsland gewoond. Maar nu wonen we alweer bijna 30 jaar in mijn geboortedorp in Voorhout. Hoe geweldig is het om in een gezin te wonen met 13 kinderen totaal. Ik hoor vaker mensen uit grote gezinnen. Dat is één geweldige, gezellige bende. Ja, dat was bij mijn vader thuis. Er waren 13 en bij mijn moeder waren er 9. En ik kom zelf maar uit een klein gezin. En mijn ouders zijn vrij laat getrouwd. En met kinderen krijgen ging het ook niet zo heel makkelijk. Dus ik heb 1 jongere broer, die is 6 jaar jonger dan ik. En ik vond het ook altijd heel gezellig als die hele familie bij elkaar was. Dus met verjaardag, ja, er was altijd wel weer iemand jarig natuurlijk. Dus, en zeker van mijn vader, die woont ook allemaal in de buurt. En ik heb dat altijd heel erg gewaardeerd. En dat heeft er denk ik ook wel een beetje toe bijgedragen dat ik zelf toch ook wel heel graag een groter gezin wilde. Mm-hmm. We hebben zelf dus inderdaad voor deze tijd een groot gezin van 5 kinderen. Waren jullie zelf vroeger thuis samen met je broer al heel veel bezig met de kerk, met dingen die daar omheen zitten allemaal? Ja, nou mijn ouders zeker. Ja, ja die, die waren alle twee heel betrokken bij de kerk. En misschien ook wel een beetje doordat ze toch ook wel wat bijzondere dingen hebben meegemaakt. Natuurlijk dat zo'n reis naar Canada, dat was ook niet niks. Nee. Mijn vader heeft ook nog een jaar tuberculose gehad. Dus en dat was toen ze op het punt stonden te trouwen. Toen moest hij een jaar naar Beeldhoven. En ik denk dat dat er toch ook wel toe bijgedragen heeft dat het geloof voor hen toen al meer was dan meedoen met het gezin. Maar echt iets persoonlijks, wat voor hun van grote betekenis was. Ze baden ook iedere avond samen en hebben zeker dat geloof ook voorgeleefd. Ja. Nou, daar gaan we dadelijk verder over hebben. Als we nou eens gaan kijken naar Johannes, want Johannes die heeft, als we mensen goed luisteren, een geweldig accent. Ik vind het zo knap dat mensen die uit, ik ben begrepen dat je uit Duitsland komt, zo geweldig goed Nederlands praten. Ja, het ligt een beetje vlak naast elkaar natuurlijk. En ik heb hier gestudeerd, waarbij ik dan Mirjam heb leren kennen. Dus, Oké.
ja, talen liggen me een beetje. Ik vind het interessant. Ik vind het interessant om een andere taal te leren. En ja, in Duitsland heb je daar niet zoveel kans voor. De meeste Duitsers die leren alleen maar Engels op school en misschien Frans. Ja. En ik vond het eigenlijk leuk dan om nog een andere taal te kunnen leren. Die kon ik zelfs studeren. Of er was een docent Nederlands aan de universiteit waar ik vandaan kom, mm-hmm. in Erlangen, mm-hmm. vlakbij Nürnberg. Ja, ja. En er was een Belg die ook nog Afrikaans gaf. Dus toen ik hier aankwam, vonden de mensen dat ik op een gegeven moment, toen ik een beetje beter sprak, vroegen ze me of ik wel uit België kwam misschien. Oh, dus misschien heb ik daar een beetje een Vlaams accentje, ja, meegekregen. Maar je spreekt dus Belgisch, Nederlands en Duits. En nou, Engels uiteraard ook. Ja, Engels ook, ja. En een beetje Frans heb ik ook geleerd dan via mijn werk. En via de gemeenschap Emmanuel, waar u al over had. Die is in Frankrijk ontstaan. Dus heel veel bijeenkomsten zijn in het Frans. En daar heb je een geweldige kans om Frans te leren. Want de Fransen die zijn meestal niet zo goed in de buitenlandse talen. Alhoewel dat wel aan het veranderen is. Ja, maar ze zullen wel moeten, denk ik, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ik herinner me, ik kwam zo 20 jaar geleden voor het eerst, kwam ik zo wat vaker naar Parijs, ook voor mijn werk. En nou, zelfs mensen in de techniek waar ik werk, die spraken soms echt mondjesmaat Engels, ja, de ouderen. En nu kom je in Frankrijk in de metro in Parijs en dan zie je advertenties van leer je talen, kom naar een Engelse talencursus. En kijk, dat is wel een cultuurschok voor Fransen. Uit wat voor een gezin kwam jij eigenlijk? Ja, ik kom dus uit niet zo'n heel... Ja, van moederskant was het een heel groot gezin. Ja. Die kwamen uit het oosten van Duitsland, uit Silesië, mm-hmm. wat nu bij Polen hoort, ja, en van een boerderij. En daar hadden ze hoeveel kinderen? 11 kinderen ook, dacht ik. Dat meer, die weet dat beter. Een heleboel in ieder geval. Maar mijn vader die was het enige kind thuis. Hè. Dus dat is interessante mengeling. Ja, maar als ik nou eens ga optellen, als jullie al je familie bij elkaar tellen, dan hebben je volgens mij elke 5, 6 dagen hebben jullie een verjaardag ergens. Ja, helaas zijn de meeste ooms en tantes ondertussen al overleden. Van mij, ja, leven nog twee ja, tantes en 1 oom, een aangetrouwde oom. En de anderen die zijn overleden, maar vroeger hadden we dan... was in Noord-Duitsland, in de Harz. Daar hadden we dan familiebijeenkomsten, ja, in de zomer. Daar gingen we er altijd naartoe. Dat was een vaste prik vanaf 1960, toen kocht mijn vader zijn eerste kevertje. En dan reden we dan elke zomer daar naartoe. In het begin was het een vreselijke expeditie geweest, want er was nog nauwelijks autobaan. En de kinderen waren klein en zoals dat gaat, bij elke boom moest je stoppen om te plassen. Geweldig. Ja. Ja. Maar ik kon toen de autobanen wel waarderen, omdat het steeds sneller ging. Maar dat was mooi om dan zo de neven en nichten te ontmoeten. Ja. We hebben zo af en toe hebben we dan nog zo'n reunie dan in Duitsland bij een of ander familiefeest. Een paar jaar geleden vierde mijn oudste nichtje, vierde haar 60ste. En toen nodigde ze alle anderen uit. En dat was een keer een mooie gelegenheid om bij elkaar te komen, niet bij een begrafenis. Okay. Hoe grote rol speelde het geloof bij jullie in het gezin? Eigenlijk ook net zoals bij Mirjam. Mijn ouders waren heel erg betrokken bij de parochie. Mijn vader was dirigent van het kerkkoor en organist. En heeft me ook mijn eerste stappen gewezen op het orgel. En een beetje aangezet ook om wat zelf te pingelen, te improviseren. Ja. Mijn moeder zei, ja, vanaf toen aan, dan zat ik veel langer bij de piano. Maar ze moest dan steeds weer dezelfde deuntjes beluisteren in het begin. Ja. Als ik dingen uit ging proberen. Ja, oké. Okay. Op een gegeven moment ben je in Nederland terechtgekomen. Je werkt op de ESTEC. Mm-hmm. Dat hele voortraject, dat is natuurlijk allemaal scholen en opleiding. Wat doe je op de ESTEC? Ik werk in het directoraat van de bemande ruimtevaart, of Human Spaceflight, ja, ja, tegenwoordig. Je moet allemaal genderneutraal zijn, of ja, politiek correct, want er vliegen ook vrouwen mee. En wat ook allemaal prima is. Mm-hmm. En ik hou me daar bezig met wat heet life support systems, dus systemen die je nodig hebt om astronauten in leven, ja, te houden in de ruimte. Dus zeg maar airconditioning, maar ook luchtverversingen. CO2 moet je eruit halen, ja, en zuurstof toevoegen en zo. Jammer dat jullie dan niks hebben kunnen of hoeven doen voor André Kuipers. Want die heeft nooit een EVA gedaan, een extra vehicular activity. Oftewel vanuit het International Space Station naar buiten gegaan om daar reparaties te doen en noem het maar op. Ja, kijk, dat zijn allemaal zo'n onderhandelingen. Dat is ver boven mijn niveau. Dat ja, is een beetje... Een beetje politiek, ook wie mag wat doen en wie heeft waar op recht. ESA die kijkt wel heel erg naar om de astronauten echt een goede plek te geven, omdat ze zoveel mogelijk verantwoordelijkheid krijgen.
pech voor André dat het niet gelukt is met een IVA. Ik weet niet of hij daar heel erg op gebrand was. Maar, Ja, hij heeft natuurlijk het Europees record, het langste verblijf in de ruimte van Europese astronauten. Dat is natuurlijk ook al wat. Laten we eens gaan luisteren. Jullie hebben heel wat muziek meegenomen. Ik ben benieuwd wat het eerste nummer is. Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Waka waka. En ik hoorde ook weer wat Afrikaans. Kwisaili, jumbo. En dat soort woorden daartussendoor. Ja, ik spreek ook een paar talen. We zijn nog steeds in de studio met Mirjam en Johannes Wit. En we waren gebleven bij het werk wat jullie deden. En Mirjam, heel eventjes naar jou. Wat heb jij eigenlijk in als opleidingen gedaan na de vooropleiding? Ik heb in Leiden orthopedagogiek gestudeerd. Ja. En in die tijd heb ik dus Johannes leren kennen. Die heeft een paar jaar ook in Leiden scheikunde gestudeerd. Ik ben daarna, toen we getrouwd zijn, dus hebben we een paar jaar in Duitsland gewoond. En daar heb ik gewerkt in een huis voor verstandelijk gehandicapten. Met heel veel plezier. Maar toen kreeg Johannes het werk bij ESTEC en toen zijn we dus terug naar Nederland verhuisd. En toen hadden we al onze eerste kind en we wilden ook graag een gezin. En mijn werk was dus automatisch opgehouden daar. Mm-hmm. En eigenlijk ben ik daarna dus, heb ik nooit meer in mijn vakgebied gewerkt. Wel met kinderen gewerkt in het gezin. Hoe jammer is dat dat je zo'n opleiding, een stevige opleiding, en dat je dat dan moet laten liggen.
Ja, ik denk de dingen lopen soms zoals ze lopen. Het was niet echt gepland. Ik heb nooit zo echt heel bewust gekozen om niet te werken. Maar dus vandaar, ik heb er ook niet echt spijt over. En ik denk ook, het is natuurlijk toch wel een heel algemeen vormende opleiding. Ja. Waar ik toch ook best wel heel veel profijt van heb. Ja. Ja, laten we maar gaan waar we eigenlijk de uitzending zo'n beetje over willen gaan hebben, over Fidesco. Jullie zijn op een gegeven moment terechtgekomen bij de gemeenschap Emmanuel. Wat is dat voor een gemeenschap? Ja, dat is begin jaren 70. Er zijn eigenlijk, verbazingwekkend, in Frankrijk een aantal nieuwe gemeenschappen ontstaan in de kerk. Ja. Die voornamelijk gedragen worden door leken. Mm-hmm. Dus een impuls wat al langer gaande was. Er zijn ook al andere gemeenschappen of groeperingen voorgegaan, zoals Opus Dei bijvoorbeeld, of andere lekenbewegingen, zo jaren 30, 40, 50. Daar borrelde dat wat, Focolare in de jaren, zo in de Tweede Wereldoorlog. Maar dan zo na het Tweede Vaticaanse Concilie, waar de leken ook wat meer aandacht kregen, daar is dan zo'n impuls ontstaan dat die leken dat die ook meer dingen gingen doen. En daar is dan onder andere in die tijd is de gemeenschap Emmanuel ontstaan in Parijs. Je had de charismatische vernieuwing, dus het impuls van de waaien van de Heilige Geest, de charismata. Zeg maar, een beetje de pinksterkerkelijke dingen die dan ook de katholieke kerk binnenkwamen waaien in de jaren 60 in de Verenigde Staten. Dat kwam dan over naar Frankrijk. En daar is dan vanuit een gebedsgroep is die gemeenschap ontstaan. En ze richtten zich voornamelijk ook op evangelisatie. Zowel het geloof beleven hier direct in het concrete dagelijkse leven. Hè. Dat is Emmanuel betekent ook God met ons in het dagelijks leven. En de Heer verkondigen waar je bent, op je werk, door wat je doet. Maar ook de straat opgaan, straatevangelisatie. Hè. Mm-hmm. Veel katholieken hebben zich verwonderd om dan katholieken aan te treffen die de straat op gingen in Parijs. Ja, dat zien is veel protestanten zijn daar heel goed in natuurlijk. Die kennen, lijkt mij, veel meer de Bijbel. En die zijn veel makkelijker in het uitdragen van hun geloof. Katholieken zie je dat niet zoveel doen. Hoe is dat tegenwoordig? Is dat nog steeds zo, dat het verschil? Ik kan het moeilijk meten, we hebben op de Essek hebben we een klein bijbelgroepje, daar komen we vrijdagmiddag bij elkaar. En daar zitten een paar katholieken bij en voornamelijk meer mensen uit protestantse huizen dan, ook uit heel Europa. En daar kreeg ik het compliment van iemand dat ik toch als katholiek de Bijbel wel heel erg goed kende. Zoiets zei hij. Dus het bestaat ook in katholieke kringen. Het is wel heel apart. Ja. Het moet. Het is groeiende. Nou heeft die gemeenschap Emmanuel in 1981, die hebben Fidesco opgericht. Wat betekent het woord Fidesco? Fides staat voor geloof. Ja. En co is dan coöperatie, samenwerken. Dus vanuit je geloof samenwerken met de allerarmsten in de wereld. En dus echt samenwerken met, niet het ontwikkelen van plannen voor die ontwikkelingslanden uit onze ideeën, maar echt ingaan op een vraag die leeft bij de mensen daar in de plaatselijke katholieke kerk. Ja, en dat doen jullie, dus de integrale ontwikkeling van de mensen. En jullie hebben... Ja, jullie, dat bedoel ik dus, de Fidesco mee. Hè? Want jullie zijn niet alleen hier in Noordwijk, in Nederland. Er zijn veel meer. Hoeveel mensen zijn er trouwens betrokken in heel Nederland? Bij Fidesco? Ja? Ja, dat kun je zo niet zeggen, denk ik. Je kan zeggen, Fidesco is natuurlijk deel van de gemeenschap Emmanuel. We hebben in Nederland ongeveer 200 leden van die gemeenschap. Mm-hmm. En dan zijn er daar van een aantal mensen gewoon als vrijwilliger actief bij Fidesco. En we hebben 1 persoon 2 dagen in de week in dienst ook voor Fidesco. Kijk. En dan in andere landen zijn er ook nog een heel stel mensen. Maar dat zijn mensen die jullie steunen, die Fidesco steunen. Maar er zijn dus 6 projecten over de hele wereld, waar we het dadelijk uitgebreid over gaan hebben. Die 6 projecten, daar zijn een aantal vrijwilligers werkzaam. Ja, onze voornaamste taak is dus het uitzenden van vrijwilligers, het zoeken van die vrijwilligers. En dat is niet voor zomaar even, maar voor een periode van 2 jaar. Dus dat is best een lange tijd. En daarvan zijn er zijn op het moment wereldwijd ruim 175 mensen die dat werk doen.
de meeste daarvan zijn mensen uit Frankrijk. Uit Nederland hebben we in totaal ook maar een klein aantal mensen mogen uitzenden in de laatste jaren. En dus we hebben die vrijwilligers en die werken op allerlei verschillende projecten. Dat zijn veel meer dan die 6 projecten. Dat zijn allemaal projecten wel vanuit de Katholieke Kerk. Ja. Maar van al die projecten zijn er 6 die Fidesco ook financieel ondersteunt en mee vormgeeft. Dus, waarom heb ik die naam Fidesco eigenlijk nooit gehoord hier in Nederland? Dus die bekendheid van de stichting is het, of vereniging? Of, het is een stichting, een stichting. Ja. Waarom is die bekendheid zo laag? Ja, en wat... We zijn gewoon niet zo groot. Hè? We zijn niet zo groot, we proberen te groeien. In het begin was het echt helemaal eigenlijk intern van de gemeenschap Emmanuel. En er gingen ook alleen maar leden van de gemeenschap op missie. En sponsoring is dan taak van die missionarissen die weggaan. Die moeten dan in hun achterban naar sponsoring zoeken. Dus er was nog niet zo de behoefte om iets groters op te bouwen. Maar doordat nu de projecten bijkomen, dan zullen we ook een beetje... proberen ook een beetje meer naamsbekendheid te geven. Dus we, door onze medewerkers hebben we nu ook een beetje meer mogelijkheden. We hebben een website en doen een Facebook. Dus we proberen een beetje de trommel te roeren, hoe dat heet. Ja, precies. Dus langzaam moet Fidesco in Nederland meer bekendheid krijgen. Want jullie hebben natuurlijk ook mensen nodig die jullie steunen. Laten we dadelijk na de muziek eens eventjes gaan kijken hoe mensen betrokken kunnen zijn en wat voor een opleiding, begeleiding ze krijgen voordat ze naar het buitenland toe gaan voor een vrijwilligerstraject. Invloeden in dit nummer. Mirjam Witt, hoe heet dit nummer met die Franse, prachtige Franse titel? Comment ne pas te louer? Hoe zou ik u niet kunnen prijzen? En dat is een lied ook vanuit de gemeenschap Emmanuel. In die gemeenschap is heel veel muziek ontwikkeld. Muziek die ons ook juist aangesproken heeft en daartoe bijgedragen, denk ik, heeft dat we die weg zijn gegaan in de gemeenschap. Ja. En ja, dit is dan ook iets waar duidelijk die Afrikaanse invloed, die hoor je erin. Maar goed, dat is in heel veel liederen niet echt zo, hoor. Er zijn ook wat... Heerlijke swingende muziek. Ja. Ik word er altijd zo vrolijk van. Ik krijg zo'n zomersgevoel. We waren begonnen met de Fidesco, de stichting die mensen uitzendt naar vooral Afrikaanse landen, dacht ik, gelezen te hebben, om de integrale ontwikkeling van de mens, om die mensen daarmee te helpen. Maar voordat die mensen dat gaan doen, krijgen ze een heel intensief opleidingstraject van 4 dagen, las ik.
Ja, het zijn verschillende momenten. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk, ja, als je 2 jaar weggaat, dan moet je daar inderdaad grondig op voorbereiden. Dus we hebben altijd eerst een informatiedag. Een eerstvolgende die zal zijn, er zou er eentje binnenkort al zijn, maar dat is nu veranderd. We hebben er eentje weer in januari, 14 januari. En dan, dat is 1 hele dag waar mensen een eerste indruk krijgen van wat het betekent om 2 jaar weg te gaan. En daar een paar maanden later is er dan een vormingsbijeenkomst van 4 volle dagen. Ja. Waar echt al veel aspecten aan de orde komen. En dan nog eens vlak voor de uitzending ook een hele week. En dat is een Paray-le-Monial, niet zo ver bij Parijs vandaan. Als je daar naartoe gaat, moet je dan Frans kunnen praten? Of Engels? Nee. Engels is eigenlijk de voertaal, denk ik dan. Een van de 2. Er zijn, doordat het in Frankrijk is ontstaan, Fidesco, zijn er wel heel veel projecten in landen die een tijd lang een Franse kolonie zijn geweest en waar dus nog redelijk veel Frans wordt gesproken. Maar er zijn ook heel veel projecten in landen waar Engels wordt gesproken, zoals Zambia, Tanzania, India. Dus een van de 2 talen moet je beheersen, Frans of Engels. En Engels is zelfs erg gezocht, want zoals ik al net zei, de Fransen zijn nog niet zo goed in Engels. Dus ze hebben heel graag Nederlandse vrijwilligers, want die zijn altijd heel goed in Engels. Ja. En die zijn dan juist gevraagd voor de Engelstalige landen. Dan ga je 2 jaar, ga je als vrijwilliger, ga je naar een project toe. Maar dan vraag ik me af, wat moet je dan in die 4 dagen, wat ga je dan leren? Of met welke insteek kom je al als vrijwilliger naar Paray-le-Monial toe in Frankrijk om daar die introductiedagen te krijgen? Welke basis moet je dan al hebben? Kijk, je hebt een van de weekends, dat is eerst zo'n onderscheidingsweekend, waar je precies verteld wordt wat het betekent om op missie te gaan. Waar dan vrijwilligers ook vertellen, die weg geweest zijn, hoe dat voor hun is gegaan. In wat voor projecten ze hebben gewerkt, maar hoe ze het beleefd hebben ook. Hè, wat het echt gedaan heeft voor ze. Mm-hmm. En dan wordt ook iets verteld over de oorzaken van armoede, ook leven in een andere cultuur, ook de gevaren waarom je bent. En dan komen er wat gesprekken ook over de motivatie, over mogelijke belemmeringen, zoals ben je bang voor enge beesten, want die kan je nogal tegenkomen. Worden van de vrijwilliger, er kwam ineens uit het plafond kwam een giftige slang naar beneden vallen, ergens in Afrika, in de jungle. Je hoorde achteraf dan gelukkig pas dat een van de giftigste slangen in de buurt was. Maar hij heeft het overleefd, hij kon het navertellen. En daarmee moet hij om kunnen gaan. En krijg je daar dan de gedachtes van Fidesco om die uit te dragen? Of leer je ook echt hoe je in zo'n land waar je naartoe gaat, hoe je daar moet leven, onder welke omstandigheden je terecht gekomen, hoe je slaapt, hoe je kookt, hoe je waar je kunt wassen, noem het maar op. Dat zijn toch allemaal dingen die zoveel invloed hebben op de manier waarop je zelf kunt functioneren. Ja, nee, precies. Dat soort dingen, daar gaat het om in die vorming. Hè? Want de mensen zijn natuurlijk, die wij uitzenden, die hebben al een volledige beroepsopleiding. We vragen mensen, die zijn minimaal 21 jaar en hebben al een vak geleerd. En dus daarvoor hoef je die vorming niet te hebben. Die kennis heb je. Dus en daarnaast vragen wij ook, je bent in dienst van de plaatselijke lokale katholieke kerk. Ja. Dus het is ook wel belangrijk dat je het vanuit je geloof kunt doen. Uiteraard, dat ik denk dat dat de achterliggende gedachte is. Laten we eens naar een project gaan, het technische onderwijs in Haiti. Er is in 2010 een vreselijke aardbeving geweest en 1 week, 2 weken geleden, we die ongelooflijke storm, waar zo ongelooflijk veel vernietigd is. Die hele maatschappij in Haiti, hoe functioneert die en wat kan Fidesco voor hen doen? Dat is een hele goede vraag. Wij hebben gehoord dat in ieder geval de parochie waarin Fidesco bezig is en de school, dat die niet geraakt zijn door de storm. Dat was toch een zeer beperkte baan waar de storm langs ging, die wel vreselijke verwoestingen heeft aangericht. Mm-hmm. Kijk, wat die mensen nu nodig hebben, dat is echt concrete, acute noodhulp. Zoiets kunnen wij als Fidesco niet bieden. Wij bieden eigenlijk iets meer zo, eigenlijk
je leven delen, samenleven met de mensen en doen waaraan de mensen behoefte hebben. We hebben geen opleiding om te helpen bij catastrofen. Daarvoor heb je de Rode Kruis en Caritas en andere organisaties. Jullie hebben een school opgericht in Port-au-Prince, een technische school. Ja. Om daar natuurlijk de mensen zelf te leren hoe ze hun land weer op zouden kunnen bouwen, denk ik. Mm-hmm. Precies, ja, inderdaad. Ja. En dan proberen we daar mensen naartoe te sturen die les kunnen geven of die op de een of andere manier kunnen helpen met onderhoud van de gebouwen bijvoorbeeld. Hè. We hebben ooit eens een schilder gehad, die ging naar de universiteit in Zuid-Afrika, in Johannesburg. En daar heeft hij dan de mensen daar van de technische dienst geleerd hoe ze moeten schilderen. Dus dat is ook mogelijk als een Fidesz-commissie. Hè? Ja, je gaat natuurlijk met, wat Mirjam al zegt, je hebt een volledige opleiding achter de rug. En die ga je dan delen met mensen in een land. En als je dat met de ondergrond je geloof doet, om het geloof... Ja, uit te dragen. Het is natuurlijk een geweldige combinatie. Mm, ja. Het gaat bij ons echt om het getuigenis om met de mensen samen te leven. En onze vrijwilligers zeggen vaak dat ze achteraf horen, kijk, wat je ons geleerd hebt, dat is mooi, maar het belangrijkste was dat je 2 jaar van je leven met ons hebt gedeeld. Mm. Jeetje, ja, dat... Ja, dus, en daarom... Ja. Krijgen ze ook een onderkomen en een salaris wat dicht bij de mensen is. Hè? Mm-hmm. Ze leven in een goed onderkomen. Zeg maar, we kijken dat ze een goed gebouw hebben op een veilige plek waar ze veilig zijn. En ze krijgen een salaris of een onkostenvergoeding wat ongeveer overeenkomt met het salaris van een leraar, van een lokale leraar. Ja. Zodat ze niet ver boven de bevolking staan. Hè? Dat is het nadeel van de grote NGO's. Hè? Die mensen die rijden rond in dikke four-wheel drives en leven in een compound. Maar daardoor ben je zo rijk dat je zo aantrekkelijk bent voor de negatieve elementen van de bevolking, dat je beschermd moet worden. De NGO's, de niet-governementele organisaties, zoals het Rode Kruis zou je toch ook een NGO moeten noemen. En zo zijn er zoveel. Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar Rwanda, ik denk dat dat bijna niet te vergelijken is met wat er in Haiti aan de hand is. Daar hebben jullie een centrum ontwikkeld voor straatkinderen. Dat is natuurlijk alweer een heel andere doelgroep, zou je het mogen noemen, om onderdak en scholing te geven, om promotie van verzoening en vrede, zoals het op jullie site staat. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het klopt niet helemaal dat wij het ontwikkeld hebben, want dat is nou echt een project wat een lokaal initiatief was van mensen daar, lokaal van de gemeenschap Emmanuel. Je ziet Fidesco Emmanuel, dat gaat een beetje in elkaar over. En daar hebben ze maar de verantwoordelijke naar, die hadden problemen met straatkinderen en die zijn met die straatkinderen gaan spreken. En vroegen, wat kunnen we voor jullie doen? Wat hebben jullie nodig? En dan zeiden ze, we hebben een huis nodig waar we voor de politie kunnen schuilen. en we willen terug naar een familie, naar een gezin. Ja. En daar zijn ze dan heel laagdrempelig begonnen om die kinderen op te nemen. Het is dan door de burgeroorlog, de genocide, vreselijk in de war geschopt. Maar daarna is het opnieuw opgestart, omdat er heel veel kinderen op straat waren. En het doel daarvan is met de beperkte middelen die er zijn, om de kinderen weer terug te brengen naar een gezin. Ja. Hoe ervaren die vrijwilligers die daar in Rwanda, om daar even eens te blijven, hoe ervaren die dat die strijd die er altijd geweest is tussen de Houthis en de Tutsis, iets wat wij niet kunnen begrijpen, dat mensen elkaar, dus in een week tijd 800.000 mensen elkaar gewoon afmaken, als je die beelden nog voor de geest kunt halen wat daar gebeurd is. Hoe zit je daar als vrijwilliger tussen? Ja, we zijn ook dit jaar zelf daar geweest in juni. We hebben het project bezocht. En daar komt dat inderdaad toch weer heel dichtbij. In al de geschiedenis met alle mensen die je spreekt. Het is nu natuurlijk wel meer dan 20 jaar geleden. Maar iedereen heeft daaronder geleden. En iedereen mist nog steeds die familieleden. Dus dat is iets... Je wordt er doorlopend mee geconfronteerd als je daar bent. Hoe gaan die mensen nu met elkaar om? Hè? Dat is heel lang geleden, je zegt 20 jaar. Ja. Is dat al 20 jaar meer, geleden? Nee, 1994. Het gaat door, ja, hè, de nou tijd. Ja, nou realiseer ik me ineens hoe snel je oud wordt. Ja. Ja, precies. Maar hoe gaan die mensen nu met elkaar om? Want ze hebben natuurlijk nog steeds wat je zelf zegt. Dus ze missen nog familieleden. Ja.
kunnen ze elkaar vergeten, doen ze niet. Nee. Vergeven, kan dat wel? Nou, daar is dus ook, daar wordt ook beschreven, dat centrum van verzoening. Dat daar hebben we ook wel iets, een beetje meer van meegekregen. Ja. Want er is dus op het terrein waar dat project van de straatkinderen is, daar zit ook het centrum van de gemeenschap Emmanuel, dus deze mensen daar. En die hebben dus in de loop der jaren heel veel bijeenkomsten georganiseerd voor die verzoening, om mensen bij elkaar te brengen die echt vergeving naar elkaar konden uitspreken. Hè? Ook mensen natuurlijk ook bij God te brengen daar. Hè? Ja. Er was een grote kapel waar dagelijks heel veel mensen samenkomen. Hè? Van waar ze dan toch ook weer een leven konden opbouwen vanuit die verzoening. Dit is de thuiswedstrijd. Hier word ik ook zo blij van. Alleen dit is weer iets heel anders. Het Rosenberg Trio met het nummer Undecided. Ook weer uitgekozen door onze gasten van vandaag. Mirjam en Johannes Wit. Rosenberg Trio, waarom? Ik vind het gewoon leuke muziek. Hè. Ik vind het knap hoe ze gitaar spelen. Ja, ja. En zou ik ook willen kunnen. Maar het is gewoon een ritme, weet je. Daar kan je niet stil blijven zitten. Nee. Dat gaat echt in je bloed. En ik hou van jazz. En ik vind het gewoon mooi. En ik vind zeker zoals dit nummer, als gewoon op akoestische gitaar met de akoestische bas spelen, dus niet veel poespas erbij. Het is gewoon echt zo puur. Hè? Ja, mooi. Heerlijke jongens. Als je wel eens gaat kijken naar die documentaires die zij toch af en toe op de televisie hebben, waar je de ongelooflijke hechte familie die eigenlijk alleen maar met muziek bezig zijn. Ja. Mirjam, je bent een keer naar Roemenië geweest, naar de Sinti's of Roma's? Roma. Ja, om nu even van de Rosenberg Trio, de Zigeunermuziek naar de, of Roma-muziek naar de Roma te gaan. Ja. Ja, we hebben een paar jaar geleden meegedaan met een van onze projecten bij de Bisschoppelijke Adventsactie. Mm-hmm. Dit jaar trouwens weer, met het project in Rwanda. Maar toen, toen dat project in Roemenië. En daar ben ik toen een paar dagen geweest en dat was echt schrikken, moet ik zeggen. Want je bent er zo in Roemenië. Het is een paar uur vliegen. Het is deel van Europa. En dan kom je in een wereld die absoluut, ja, zoiets had ik in Europa echt nooit gezien. Die enorme armoede. En
echt vervuiling. Het was echt vies. Gebouwen waarvan je denkt van, moeten hier mensen wonen? Er zat soms niet eens glas in de ruiten, terwijl daar de winters wel heel koud zijn. Ja. Overal vuil, heel klein, waar dan grote gezinnen in 1-2 kamertjes samenwonen. Onvoorstelbaar. Ja, ja, en Casa Valentina in Boekarest, daar worden die kinderen die worden opgevangen voor in een naschoolse begeleiding. Ja, ja. Hoe, kijk, die zigeuners, om die verzamelwoord met te maken, die hebben natuurlijk zo ongelooflijk veel geleden tijdens de oorlog. Want heel veel mensen denken dat er een heleboel Joden zijn vermoord. Maar ook de Roma's en de Sinti's, die hoorden bij de groep die echt weggevaagd zijn. Hoe leven die mensen daar nu in Boekarest, in Rome, of helemaal zeg maar in Oost-Europa en trouwens ook zo. Ga maar eens in Frankrijk kijken, hoeveel van die gemeenschappen zie je langs de snelweg staan met hun caravans. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk. De kans is nog steeds heel groot dat die kinderen uit die gezinnen helemaal niet naar school gaan. Dat ze uit bedelen gaan. En dat ze inderdaad ook wat in Frankrijk het probleem was, dat mensen daar naartoe gingen om te bedelen. En dat niet alleen, maar ook om te stelen. En ja, wat je natuurlijk met zo'n project met name wil beogen, is dat die kinderen, doordat ze, als je ze school aanbiedt, dat ze uit zo'n cirkel van armoede vandaan komen. En in feite, Roemenië is natuurlijk een land met een vreselijke geschiedenis, ook nog onder Ceausescu. Maar nu is het in feite voor ieder kind, is het mogelijk, dus ook voor deze kinderen, om naar school te gaan. Het onderwijs is op zich gratis. Maar het is belangrijk dat de ouders van die kinderen gemotiveerd worden. Ja, maar hoeveel kinderen bereik je daar? Ja. Het is natuurlijk zo'n projectje, dat bereikt 100 kinderen, geloof ik. Dus dat is ook maar een druppel op groeiende plaat. Misschien wel de 10.000 die alleen al in Roemenië werken, wonen. Ja, maar ik neem aan dat er zijn ook wel andersoortige initiatieven. En ik denk toch, ieder kind is er één. Hè? Als je helemaal niets doet, dan blijft voor ieder kind die situatie slecht. Ja, als je ze een goede basis kunt geven. Ja. Want ze staan erom bekend dat ze vingervlug zijn. En dat ze dus ongelooflijk goed zijn in het leeghalen van je broekzak zonder dat je het in de gaten hebt. De metro's in Parijs staan erom bekend. Ja, precies. Het is geen makkelijk werk. Nee. En het is ook heel belangrijk dat die gezinnen ook meewerken aan. Want anders lukt het niet. Maar er worden echt heel mooie resultaten bereikt met het project. Ja. En door die naschoolse opvang, door het aanbieden van maaltijden aan die kinderen, waar ze dus normaal wel voor moeten betalen op school, kunnen heel veel kinderen toch die school afmaken. En daardoor hebben ze gewoon kans op een beter leven. Hoe wordt eigenlijk een heleboel van deze projecten gefinancierd? En ik hoor nou maaltijden, opleidingen, opvang. Dat moet ergens geld vandaan komen. Ja. Hoe doet Fidesco dat? Hoe doet Fidesco dat? Ja, er wordt natuurlijk steeds ook gekeken naar sponsors voor de projecten. Mm-hmm. En nu bijvoorbeeld doet voor dat project in Rwanda. Doen we nu mee met de bisschoppelijke adventsactie. Dat betekent dat we dan gecollecteerd worden in de advent in de Nederlandse kerken. En zo zijn Even voor de advent is de tijd voor kerstmis. Ja, precies. De 4 weken voor kerstmis. Ja. Dan wordt er dus geld opgehaald in de katholieke kerken voor dit project. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere donateurs, ook particuliere donateurs hebben. En daarnaast wordt natuurlijk ook gekeken in de landen zelf, in hoeverre daar bronnen gevonden kunnen worden. Hè? Ja. Dan ook in het kader van de duurzaamheid en het ondersteuning. Gewoon direct vanuit het land zelf. Dat bijvoorbeeld in Roemenië loopt dat ook al steeds meer. Dat er daar vanuit het land zelf bronnen gevonden worden die dit project steunen. Nou bezoeken jullie geregeld samen projecten. Johannes als voorzitter van Fidesco Nederland. En noem nog eens een project waar jullie geweest zijn, samen of alleen. Nou, Mirmlis is dus in Boekarest geweest. Ja. Ik zelf ben meegeweest in Rwanda, in Kigali. We hebben net in juni hebben we dat straatkinderproject bezocht. En we zijn een paar jaar geleden, dat was eigenlijk toen we begonnen waren, moesten we eerst nog een beetje ervaring opbouwen, want we zijn nog nooit
in een ontwikkelingsland geweest daarvoor. En we zijn nog nooit in Afrika geweest of op een missieproject. Dus daar zijn we een keer naar Zambia gereisd. En hebben daar verschillende Fidesco-vrijwilligers bezocht op een rondreis. En tegelijkertijd dan ook een beetje het land bekeken. Hè? Dus om een beetje gevoel ervoor te krijgen. En doordat ik nog fulltime werk, is het een beetje lastig natuurlijk om alle projecten die ik graag zou willen zien, om die te bezoeken. Maar over een tijdje, dan komt er waarschijnlijk wat meer tijd beschikbaar. En, ja. We hadden het net over Boekarest. Jullie hebben ook Fidesco heeft ook een project in Brazilië. In São Salvador da Bahia de Todos los Santos. Daar krijgen vrouwen onderricht in het naaien, het koken, werken in schoonheidssalons. Wat leren die mensen daar dan? Ook weer een ondersteuning van de gemeenschap waarin ze zelf leven? Het doel van het project is om die vrouwen een basis te geven waarvan ze kunnen leven. Bijvoorbeeld in Roemenië gebeurt dat ook, dat ze naailes krijgen. Dat ze iets hebben waar ze een beetje meer geld kunnen verdienen. Zodat ze niet ergens in de criminaliteit terechtkomen bijvoorbeeld. Zodat ze een basis hebben. En ik denk ook door werken, door gewoon werken, dat werkt ook positief uit op het zelfwaardegevoel, op de waardigheid van de mens. Ja. Dat je gewoon netwerk doet, dat je iets produceert, dat geeft je een bevrediging. Als kind of jongere heb ik dat toen ook niet zo geloofd, maar het is zo. Hè? Dat helpt je om je persoonlijkheid te ontwikkelen. Ja, want als je als vrouw in de criminaliteit of in de prostitutie terechtkomt en je hebt een hoog zelfbeeld doordat je een opleiding hebt gehad, hoe belangrijk zijn vrouwen eigenlijk over de hele wereld in een gemeenschap? Ja, moet ik dat beantwoorden of moet je dat nou beantwoorden? Ze zijn gewoon heel belangrijk. Ja, precies. Ja. Kijk, vrouwen zijn net zo belangrijk als mannen en misschien zelfs nog belangrijker. Ik denk dat vrouwen een heel goed bindmiddel zijn in de relaties. Veel bedrijven proberen nu ook alleen maar mannen af te komen, omdat ze merken dat voor de sfeer in de groep dat het heel goed als er vrouwen in zijn. Dus gemengde groepen zijn veel stabieler dan alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Ja, vrouwen laten misschien niet zoveel van zich horen, maar sturen op de achtergrond. Precies, ja. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Ellie Goulding, ook weer meegenomen van thuis door
Mirjam en Johannes Wit, wie is het? Ellie Goulding? Ik heb er nog nooit van gehoord. Vertel. Nee. Het is eigenlijk ook alleen door Fidesco dat nummer mij bekend is geworden. Dus het is wel een hit van een paar jaar geleden. Het is zo dat Fidesco ieder jaar een soort filmpje maakt bij het begin van het nieuwe jaar. Mm-hmm. En daar worden dan alle vrijwilligers even in beeld getoond met een leuk dansje erbij. Ja, bij de radio kun je dat helaas niet allemaal laten zien. Maar het zijn altijd erg leuke filmpjes. En ik vond van dit is gewoon een filmpje waar ook dat burn, zeg maar, dat het hart hebben branden voor de zaak. Dat kwam een beetje ook uit de tekst naar voren. Daarom heb ik dit liedje gekozen. Geweldig. Ja, want daar hadden we het onder de muziek over. Waar komt die drive vandaan, die motivatie om je altijd maar weer in te zetten voor mensen heel ver weg die het veel en veel minder hebben als wij? Ja. Ja, het komt natuurlijk een beetje op je pad, zoiets. Het is ook iets waar we uiteindelijk voor gevraagd zijn. Maar ik denk dat we ten diepste die drive ook wel hebben om ons te geven voor de allerarmsten vanuit ons geloof. Ik denk dat we daar ook gewoon toe geroepen zijn. Hè? Dat ook inherent is aan je geloof. Dat je je geeft, hè? Zoals dat ook in de Bijbel staat, dat je je geeft en inzet voor die allerarmsten. En dat, en soms doe je dan inderdaad dingen waar je menselijk gewijs van denkt van ja, zou ik dat nu doen? Ik zou eigenlijk veel liever eens eventjes een beetje gewoon nog gezellig een avondje op de bank zitten of zo. Maar ja, uiteindelijk worden we toch altijd wel weer steeds opgepept of bemoedigd om onszelf te geven. Ja. Johannes, je wou daar ook op reageren. Ja, in de Bijbel staat zo mooi, de liefde van Christus laat ons geen rust. En verschillende bisschop of Paulus hadden dat ook als motto gehad. Ja. En dat is een mooi woord. Wat ik daarmee wil zeggen, het is eigenlijk meer dan zo'n opdracht van buitenaf. Want de liefde van Christus is iets wat je kan ervaren. En als je dat hebt ervaren in je leven, dat je echt bemind bent, ten diepste, dan wil je dat doorgeven aan andere mensen. En dan wil je dat ja, dat is eigenlijk zo'n reservoir van liefde die je menselijkerwijs niet hebt, maar waar je dan zeg maar, van kan tappen en die je dan als een soort doorgeefluik door kan geven. En dat is iets wat je dan kracht en hoop geeft in situaties die menselijkerwijs helemaal hopeloos zijn. Hè? En dat is denk ik uiteindelijk ook dat wat al die missionarissen in de 19e eeuw gedreven heeft naar Afrika. Die zijn daar niet voor de mooie carrière naartoe gegaan, want nee. De eerste die waren binnen 2 maanden allemaal dood, hè? Mm-hmm. Omdat ze de tropische ziektes niet kenden. Nee, wat jij nu vertelt, dat klinkt mij zo onkatholiek in de oren. Dat is een gedrevenheid die ik bij katholieken niet echt ken. Ik weet niet. Ik moet zeggen dat ik het ook juist wel weer zie bij die mensen, die vrijwilligers, hè, die op missie gaan. Ja, daar zijn zulke bijzondere figuren bij. En dat raakt mij dan vaak ook weer heel erg om ja, die mensen te ontmoeten. Die gedrevenheid is niet inderdaad katholiek gebonden. Dat heeft iedereen. Maar ik herken dat niet zo, dat katholieken zo hun geloof en hun drive uitdragen en bezig gaan. Dan moet je maar een keer naar een bijeenkomst komen van ons. Dan kan je dat ook zien. Of naar Parlemoniaal komen, naar een bijeenkomst van de gemeenschap Emmanuel. Dan zul je nog veel meer vuur zien dan bij ons. Ja, als mensen nou wat meer willen weten, kunnen ze ongetwijfeld bij fidesco.nl, denk ik. Ja? Mm-hmm. En Fidesco met een CO. Daar zijn heel veel verhalen zijn daar te lezen. Maar Mirjam, waar zie jij jezelf over een 10 jaar staan in het leven? Ben je dan nog steeds zo fanatiek bezig of denk je, nee, dan ga ik rustig afbouwen. Geen idee, eerlijk gezegd, wat de toekomst gaat brengen. Hè? Ja, dat, okay, laat ik het dan anders zeggen. Welke projecten wil je absoluut nog doen? Ja, nou wordt het even stil. Ja, dan wordt het even stil. Wat ik nou echt absoluut wil, dat weet ik ook niet. Ik denk Ik denk, als ik maar even mag antwoorden, ik denk dat het bij ons vaak zo werkt, dat we de dingen doen die op de weg komen bij ons. Mm-hmm. En daar hebben we door de gemeenschap Emmanuel, hebben we dus Fidesco op onze weg gekregen. Daar werd ons gewoon gevraagd als een dienst, waarop we ja gezegd hebben. Dat hebben we niet gezocht. Hè. En ik denk
Ja, kijk, ik moet denken, sowieso onder het communisme, die 5-jaren plannen, dat werkte al niet zo goed. Om mijn leven zo te plannen over 10 jaar, wie weet wat ik dan ben, wat dan, hoe het met mijn gezondheid is. Ik wil in ieder geval toch proberen om, ja, vanuit mijn relatie met God, hè, die ja. ik probeer dagelijks te beleven, de relatie met de kerk, in de kerk, om van daaruit te doen wat mogelijk is en wat God me dan geeft. Hè. Zeg maar, we bidden in onze Vader, geef ons dagelijks brood. Hè. Kunnen we ook zeggen, nou, geef ons de dagelijkse inspiratie, wat ja. we vandaag moeten doen. Hè. Zou je zelf denken van, goh, ik ga toch zelf ook eens een keer een paar jaar naar het buitenland toe, om daar als vrijwilliger echt mijn hele ziel en zaligheid te leggen in het laten opleven van een gemeenschap. Ja, ik sluit het absoluut niet uit. Het is zeker iets wat we serieus kunnen overwegen. Johannes gaat over een paar jaar met pensioen en dan moeten we zien hoe dan. Maar dan ben je nog jong genoeg en actief ja. genoeg om wat te gaan doen. Ja, zeker. We hebben meer vrijwilligers van die leeftijd. Ja. Geweldig. Heb je dan ook een idee waar je naartoe zou willen? De wereld. Ergens op de wereld, want ja. daar is het gezelligst. Ja, ja, elke keer zat ik met die dingen, waarom loopt het in Afrika zo vaak zo ongelooflijk mis met gemeenschappen? Dat vraag ik me al een hele tijd af, hoe komt dat? We hebben daar net op 1 oktober hadden we ons 25-jarig jubileum. En daar heeft iemand die vaak naar Afrika komt, Pierre-François Graffin, dat is onze voormalige voorzitter internationaal. Die heeft erover gesproken. Die zei dat misschien dat de sterkte van Afrika zijn de familiebanden. Maar dat is tegelijkertijd ook een zwakte. Want door die familiebanden, dan heb je een duidelijke band met één groep die je met de andere groep niet hebt. En als je familieband hebt en je krijgt dan een goede baan bijvoorbeeld, dan wordt er iets verwacht van je dat je iets voor de rest van de familie doet. En dat werkt corruptie in de hand. Dus dat kan zijn, hè. Laten we daarmee afsluiten. Als mensen meer willen weten, fidesco.nl. En er zijn ook af en toe bijeenkomsten. Kijk, terwijl dit programma uitgezonden wordt, is er een bijeenkomst geweest in de Bartholomeuskerk in Voorhout. Waarin jullie ook weer gepresenteerd hebben. Mensen weten jullie ongetwijfeld te vinden. En uiteraard via het internet is een heleboel informatie op te vragen. Mirjam.